Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nou, we zitten eindelijk weer in de boot. Het is een hele tijd behoorlijk warm geweest. Heel veel zon. De watertemperatuur ging daardoor enorm omhoog. Het was gewoon niet verantwoord om op snoep te gaan vissen. Vandaag gaan we weer lekker op pad. Het is een paar keer koud geweest in de nacht. En regenval, goede wind gehad. Dus de temperatuur is inmiddels gezakt nog net onder de 20 graden aan deze kant. Dus we gaan lekker weer een dag hier op pad en we gaan kijken wat het er gaat brengen. Dus let's go! Lekker, maat. Wat een tank, ouwe. Wat een tank, jongen. Deze is echt heel groot. Ja. Nee, joh. Zit dit tegenaan? Ja. Grap. Dat is 1,28. Is... Oh! Lekker. 1,28. Jezus. Wat een vis, ouwe. Wat een beuken. Eerste dag weer sinds een lange tijd. Die klote warmt achter ons. Eerste aanmeet in de ochtend. Wat een beuken, zeg. Zo. Zo. Zo.
echt een heel raar bocheltje. Heel raar bocheltje. Maar het is wel, hij is best lang. Ja. Aparte bochel, hè? Ja. Even een keer de start. 10 minuten vissen, ja. 1,28 en 1,2. Ja. Ja. En go. Ja, daar is die hoor. Daar is die. Gisteren kon hij niet varen. Eergisteren, sorry. En nou ineens een diepere stuk. Kijk eens even. Lekker ouwe. Ja, dat is een mooi meetvis. Dat denk ik ook wel, ja. Ik dacht eerst eind 90, maar dit is gewoon meter plus. 1,9. 1,9. Mag weer rustig gaan zwemmen. Hoho, lekker ouwe. Bam. Materiaal wil ik toch heel even toelichten. Wat we gebruiken voor trollen, ik krijg er best wel veel vragen over. Dus daar wil ik even wat over vertellen. Ik gebruik de Custom Predator van Savage Gear. En dit is de 100 gram versie. Je hebt straks nog in 170 en de 240. Ik gebruik de 100 gram versie. Het grootste wat ik daarmee troll is 32 cm rood. In dit geval de Fire Tiger. Dit is tevens ook de kleur waar ik de 1,28 meter op ving. En Jesse ving ze 1,9 meter volgens mij ook op deze kleur. Het is een, ja, gewoon een topkleurtje, vang ik goed vis. Dus ja, daar troll ik dus mee. En dat kan dus prima in combinatie met die hengels. Je hebt ook nog de trout, 30 centimeter. Dat is ook nog een aasje wat je er prima mee kan trollen. Ga je nou groter, dan zou ik je misschien een zwaardere hengel aanraden. Maar met deze aasjes kun je deze hengels dus prima gebruiken. Er zit een Komodo SS364 op. Met een ratel, dat op het moment dat er wat gebeurt dat je gealarmeerd wordt. Dus dat zijn de hengels waar ik mee troll als we gaan vissen op snoek. Nou, tijdens trollen maken we uiteraard gebruik van planerboards. Daarmee kun je verder van de boot afvissen. Waardoor je het water waar je overheen trolt niet verstoort met de elektromotor of met de buitenboordmotor. Dit is de Go Supra Cruise. Die heb ik sinds een tijdje en die bevallen super goed. Het voordeel vind ik, ze hebben een goede clip, Scotty clip, waardoor de lijn goed in blijft zitten. En ze hebben aan de achterkant een heel makkelijk systeem waar je lijn gewoon achterklemt en blijft zitten. Dus dan wordt die altijd mooi door het water ingetrokken. Dus echt een aanrader voor als je nog niet bekend bent met het vissen met planerboards. Of je hebt al planerboards en je wil misschien wat anders. Dan zijn dit super planerboards om te gebruiken voor het trollen op snoek. Zo mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wij zijn in ieder geval onwijs blij met de start na al die warmte. Dat we eindelijk weer lekker het water op konden. En natuurlijk die klappen van 1,28. Ja, dat is een vis. Daar doe je natuurlijk voor. Dat is een kerst op de taart. Dus heel erg blij mee. Nou, ik wil jullie ook graag blij maken. In ieder geval kans maken op een pakket wat we hier aanbieden. Dit pakket wordt aangeboden door Tackle Shop. In het pakket zitten een aantal artikelen. Die zal ik zo meteen even aan jullie laten zien. Wat je moet doen om kans te maken. Ten eerste moet je op Instagram Tackle Shop volgen. En daarnaast moet je onder deze video in de reactie
moet je de uitslagen van het Nederlands elftal, die eind november gaan beginnen met de poolwedstrijden op het WK, moet je voorspellen. Als je de wedstrijden van het Nederlands elftal goed voorspelt, maak je kans op dit pakket. Het kan namelijk gebeuren dat je meerdere mensen dezelfde uitslagen hebben ingevuld en uiteindelijk zal dan onder degene die dat goed hebben een winnaar getrokken worden. Nou, in ieder geval, het pakket is een hele grote lange tang van 6 keer. We hebben twee dobbers van Spro, 35 en 25 gram. Komt natuurlijk de dode aas er weer aan, dus dan moeten de dobbers ook weer te water. We hebben daarvoor ook nog loodjes bij gedaan, zodat je die mooi kunt afloaden. We hebben hier, om een beetje in oranje sfeer te blijven, ook wat oranje stoppetjes erbij gedaan van Predox. Wat oranje shirtjes van Linesports. Haken voor het gebruiken met dood aas natuurlijk. En we hebben nog, als je gaat spinvis op snoek, hebben we nog een Shimano lijntje erbij gedaan. Zodat je die daar mooi voor kunt gebruiken. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes met het voorspellen. Vergeet natuurlijk niet de pagina van Technoshop te liken. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Later!